Hallo, welkom bij het Fonds Vitaliseum. Het is echt een superleuke school en dat gaan we jullie nu laten zien. Komen jullie mee? Welkom op het Fonds Vitae. Het Fonds is een school waar we je in ieder geval toeleiden naar een mooi diploma, maar daarnaast doen we nog veel meer. We zorgen dat jij als ontwikkeld mens de school verlaat. Dat je hebt leren kritisch nadenken, dat je hebt leren samenwerken, dat je hebt leren werken in projecten, dat je je creativiteit hebt kunnen ontplooien. Eigenlijk alles wat je nodig hebt om vervolgens een mooie toekomst tegemoet te gaan, maar ook een bijdrage daaraan te leveren. En dat is wat het Fonds is. Als je aan mij zou vragen wat het fonds maakt, dan is eigenlijk het eerste woord wat in mijn hoofd opkomt de gevarieerde leerlingpopulatie. Als ik aan het eind van het schooljaar aan de brugklasleerlingen dezelfde vraag stel, dan geven ze eigenlijk heel vaak als eerste het woordje sfeer aan. En als ik dan even doorvraag, omdat sfeer een heel groot begrip is, dan komt het eigenlijk voor hun heel erg neer op veiligheid. Dat ze het gevoel hebben dat ze kunnen zijn wie ze zijn. En ik denk dat dat eigenlijk het begin is van een goede school. Dat op het moment dat leerlingen zich veilig voelen en zich op hun gemak voelen en thuis voelen, dat dat de situatie is waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en kunnen groeien en bloeien. Dus het begin is er en dan volgt de rest, als het goed is, vanzelf. Op het Fonds, en dat is ook best wel bijzonder, kun je ook het gymnasium doen. En dat kun je eigenlijk al doen als je een bepaalde score voor je CITO-eindtoets hebt, of voor je eindtoets van de basisschool, of een VWO-advies. Het kan allebei. En dan begin je in de brugklas met Latijn. En dan ontdek je in de loop van het jaar of jij Latijn eigenlijk leuk genoeg vindt of niet. En dan, als dat zo is, kun je door in de tweede klas naar het gymnasium met Grieks erbij. En het bijzondere daaraan is dat je ook met een HAVO of HAVO-VWO-advies eventueel in de gymnasiumstroom terecht kunt komen. Een mentor helpt mij om de school te leren kennen, het leren plannen en om me veilig te voelen. Als je net van groep 8 naar de middelbare school komt, dan is alles nieuw. Waar je eerst misschien één leraar had, heb je er nu wel 13. En waar je eerst misschien in één lokaal zat, heb je nu heel veel verschillende lokalen. Wij helpen je bij wegwijs worden in de school, maar we helpen je ook om je klas te leren kennen. En we helpen je met het maken van huiswerk. Ze helpen me met studievaardigheden, dat is huiswerk maken, leren. Ik voelde me heel snel veilig op school, omdat je leert de school beter kennen, dus dan voel je al gelijk veiliger. Ja, ik kende helemaal niemand, maar binnen 2 dagen had ik echt al super veel nieuwe vrienden. Ik vind 2 mentoren heel erg fijn, want als je bij de een niet terecht kan, kan je bij de ander terecht en dan heb je extra veel hulp. Bij ons op school heb je dus 2 mentoren en 2 keer per week mentorles, waarin we je kunnen helpen met je sociale vaardigheden en met je studievaardigheden. Zodat uiteindelijk iedereen op school zich veilig en prettig voelt. Ik hoop je snel te zien. Goed jongens en meisjes, naast al het leren op school is bewegen natuurlijk ook heel belangrijk. Dat doen we hier op school in 3 geweldige gymzalen. Daarnaast sporten we ook tijdens de zomerperiode veel buiten. We hebben nog een mooie fitnessruimte. Kortom, genoeg om te doen, genoeg om te zien hier bij ons op het Fonds Vitae. Dit is het beta-gebouw en hier worden de vakken scheikunde, natuurkunde, techniek en wetenschap en biologie gegeven. En daar gaan we nu even kijken. Natuurkunde is leuk omdat je niet aan je boeken zit en je gaat heel veel proefjes doen. Vanaf de 2e klas krijg je op het Fonds ook het overheerlijke vak natuurkunde. En natuurkunde gaat over het universum.
en welke wetten daar gelden. En als je natuurkundelessen volgt, dan krijg je uiteindelijk antwoord op vragen als: waarom klinkt je stem hoger als je helium hebt geïnhaleerd? Waarom gloeit een augurk oranje als je hem elektrocuteert? En waarom zwelt dat schuimgebak op als je het in het vacuüm brengt? Bij biologie leer je mee over de levende natuur. Dat betekent dat je naast de dingen uit je boek, in dit geval je digitale boek, ook heel veel proeven doet, af en toe naar buiten gaat en onderzoeken doet. Creatieve vakken die je hier op school kan doen zijn drama, tekenen, muziek en CKV. Ook hebben we een heleboel buitenschoolse activiteiten. Zo is er de kunstklas, een schoolvoorstelling en de schoolband. En als eindexamenvakken kan je hier ook tekenen en muziek kiezen. Heel veel succes met je keuze en ik hoop je hier te zien. Het leukste vak op school vind ik denk ik gym en toneel. Omdat je bij toneel niet de hele tijd jezelf hoeft te zijn en ook gewoon in andere personen kan. Op het Fonds Vité bieden we toneel aan als vast vak in je rooster. Dat is een hele fijne afwisseling tussen al die andere soort vakken die je hebt. Dat je hier even mag bewegen, helemaal in een andere wereld mag verdwijnen. En voor iedereen zit er wel iets in toneel, zelfs als je denkt dat dat niet zo is. Op het Fonds Vité zijn we naast de gewone lessen ook op zoek naar je talent daarbuiten. En dat doen we bijvoorbeeld met keuzemodules waar je vanaf de eerste klas altijd aan mee kunt doen. Dat is van alles wat. Dat kan een extra taal zijn, dat kan filosofie. We hebben drummen. In de bovenbouw kun je ook aan maatwerk doen, bijvoorbeeld door het versnellen of op een hoger niveau examen doen. Daarnaast hebben we voor de leerlingen die extra getalenteerd zijn, dus de hoog- en meerbegaafden, het project Fonds Libertatis. En dan ruil je een aantal lessen in van de reguliere vakken en ga je werken aan een eigen project. Als je nu voldoende beeld hebt van het fonds en denkt van dat is een school die bij me past, volg je hart en kom naar het fonds. Doei!